Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin we gaan kijken wat de boodschappen zijn die mogen doorkomen om ons het collectief nog meer te helpen verlossen uit de matrix. Dus uit wat dat het ook maar is dat jij op dit moment voelt vastzitten. Ik zie hier de drie bekers en ik kreeg heel sterk het gevoel dat deze boodschap gaat gaan van hoe bevrijd ik mij uit verplichte sociale kringen, uit misschien culturele zaken. En hoe bekom ik, hoe word ik, sorry als er soms Engelse woorden tussen zitten, dat is de switch tussen communicatie met mijn twin en deze video's maken. Maar dus hoe word ik een meester? Op het fysieke, kijk, voilà, het komt hier terug, om mezelf te gaan realiseren, om de energie die ik ben hier gewoon vorm te geven, maar vanuit de verbinding met mijn ziel. Oké, wat is het? Dat zijn grote kaarten. Wat is het wat we als boodschap mogen meegeven? Ik mag wel onmiddellijk meegeven dat de energieën op dit moment ook heel uitdagend zijn. Zoals ik het omschreef in de groep met mijn spirituele ondernemers. Voelt het alsof dat alles op zijn kop staat en dat er dan ook nog een keer heel hard aan getrokken en heen en weer gesleurd wordt. Dus als je zelf door een hele moeilijke periode gaat, heel emotioneel bent, weet dan dat je niet alleen bent. Dat er nog heel veel mensen met jou ook doorheen diezelfde zaken gaan. En met als doel dat we in die strength komen wachten. Ik ga even mijn camera aanpassen, zodat het goed ziet. Voilà. Wat is aan de onderkant? Ja, het grote wiel en onderliggend de hermit. Dus dat is de hermitkaart om naar binnen te gaan, de kluizenaar. We liggen ondersteboven. Dus de tijd om alleen maar daarmee bezig te zijn is voorbij. Dus het is niet de bedoeling dat we alleen maar nog naar binnen gaan. Het is natuurlijk super belangrijk. Maar je ziet, het is ook aan het draaien. Je ziet hier ook die slang. Die kleuren laten mij altijd denken aan de verschillende universele vlammen en stralen. Waar we allemaal mee verbonden zijn. En die een hele krachtige tool zijn om te gebruiken in je healing, maar ook in manifestatie. Nu, als je dat wil leren, zou ik zeggen, kijk op een website en ga naar het traject met universele vlammen. Dan, of ga naar 69vlammen.be, dan daar kun je nog veel meer over leren en ontdekken wat dat die vlammen precies zijn. Maar je ziet hier ook de Tree of Life. Kun je dat goed kan zien? Voilà, Tree of Life. En dan eigenlijk hier al die verschillende spiralen met bollen, die tonen eigenlijk dat er verschillende elementen altijd zijn in het manifesteren, in hetgeen dat we willen. En dus niet alleen maar naar binnen gaan om onze eigen vlam te gaan ontdekken, dat is super belangrijk. Maar collectief gezien wordt het tijd dat we echt een stapje hoger gaan. En dus dat we niet meer ons gedragen als de vechters die uitgeput en moe zijn. Dus die fase van vechten is eigenlijk een stukje voorbij. Alleen weten we niet en zien we niet dat we eigenlijk door het oog van de naald gekropen zijn. En dat we nu eigenlijk twee paden voor ons hebben. Dus meer en meer ga je die opsplitsing ook zien in het collectief, in de realiteit. Waarbij dat er mensen gaan zijn die lijken nog vast te zitten in de matrix en die daar ook gaan blijven. Die dan uiteindelijk gaan ziek worden of de aarde gaan verlaten. En dat is hun pad, hun zielskeuze. En dan anderen die inderdaad volledig doorheen die open deur gegaan zijn, doorheen die vortexen gegaan zijn, doorheen die groeien gegaan zijn, die constant nog proberen die balans te behouden tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie, de strength card. Dan kun je dat goed gaan zien, maar dus hier heb je de vrouwelijke, het vrouwelijke figuur en dus deze is de afbeelding van de mannelijke figuur. Maar hij ligt ondersteboven. Dus de meeste mensen zijn nog niet in eenheid. De meeste mensen zijn zelfs nog niet bewust. Vandaar ook nog de blinddoek.
zijn zich niet bewust van hetgeen waar dat ze doorheen gaan en hetgeen waar dat ze uiteindelijk hier als ziel komen doen. Ze zijn dus nog veel te veel gefocust op dat fysieke, op de gevechten die er geweest zijn. Ze proberen nog eigenlijk te veel in die overlevingsmodus te gaan zitten. Misschien, wat hebben we nog extra van boodschappen? Ja. Dus wat jij zit, kijk, dat is hier ook weer de Two of Pentacles. Weer ook met die balans, die tweedeling. Dan gaan we naar de 1 van munten. Ik ga het op wind leggen. Wat hebben we nog als boodschap? De 6 van bekers en de 8 van bekers omgekeerd. De Chariot, succeskaart, overwinning. En dan hebben we nog de 9 van wanten, de 2 van wanten. En nog één kaart, ja, dat is hier. De 3 of Wands omgekeerd. We zien aan de onderste kaart. De 5 of Wands omgekeerd met de Page of Wands en de King of Pentacles. Met dan uiteindelijk ook hier weer het wiel. Hetzelfde als die. Dan hier de Queen of Wands en ook weer de Strength kaart. Dat is hetzelfde zoals hij hier had. Dus de Union en de Wereldkaart. Dus ook hier zien we dat dit onderdeel uitmaakt van het grotere geheel. In die zin dat niet alleen, zoals je kan zien, dezelfde kaarten weer naar boven komen. Dus dat eigenlijk de boodschap bevestigd wordt. Maar dus eigenlijk zegt deze kaart ook dat het de struggle, de worstelingen, die zijn eigenlijk over, die zijn voorbij. En die waren ook bedoeld om jou te laten groeien in die koning van munten. Om jou, met andere woorden, als vanuit jouw energie, jouw wereld te kunnen volledig gaan manifesteren in verbinding met je ziel, vanuit de afstemming met je ziel. Wacht, ik ga ze even zo lang zodat je ze volledig kan zien. Of ja, nee, dat lukt toch niet. Zo, misschien. Ja, net. Dus je ziet dan hier de 2 van munten. En dat verweest ook weer naar die dualiteit. Dus naar die matrix, het systeem waar dat de meeste mensen in zitten. En dan hebben we hier de 1 van munten, maar die liggen ondersteboven. Dus een nieuw begin is er eigenlijk wel. Dus de ideeën die je hebt, die zijn er wel. Dus jouw pad, jouw proces, dat is er eigenlijk wel. En dat is hetgeen waar jouw ziel heeft op ingetekend. Maar het feit dat jij nog ergens voelt dat je vastzit, is omdat je eigenlijk nog die keuze niet vooruit gemaakt hebt. Eigenlijk kies je nog te veel voor die onzekerheid, voor de dualiteiten en alles dat er zit. En dat komt natuurlijk omdat je natuurlijk de eenheid nog niet bereikt hebt, omdat je nog niet geleerd hebt wat dat betekent om vanuit eenheid, vanuit een hoger bewustzijn te gaan leven. Dus dan hoe meer dat je leert wat dat betekent om die dualiteit te zien als twee punten van één lijn, van één realiteit, hoe meer dat je eigenlijk daar gaat gaan kunnen boven gaan stijgen, om dan vanuit een nieuw begin, in de zin van een nieuwe visie, een nieuw idee, een nieuwe manier van leven eigenlijk. Maar dat vraagt natuurlijk dat je niet dat je niet laat vallen in de valkuil van iedere keer terug te gaan naar het verleden. Dus dat je niet gaat gaan denken, oh, ja, toen weet je nog, het was zoveel gemakkelijker toen dat ik het allemaal nog niet wist. En geloof mij, ik ken het gevoel waarin dat je echt zoiets hebt van, oh, voor wie en voor wat ben ik dit hier eigenlijk aan het doen? Maar waarom ben je dit aan het doen? Omdat je eigenlijk moet wegstappen van alles wat je niet meer vervult. Alles dat niet meer afgestemd is met je ziel, kan niet en mag ook niet langer in je leven blijven. En daarom ligt die Three of Wands omgekeerd. Maar je ziet dat het er wel is. Want uiteindelijk Three of Wands, voor mij is dat altijd de kaart die verbonden is met, hoe zou ik het gaan zeggen, met individueel succes, met uitbreiding, met groei. Met groter gaan denken, echt die dromen gaan volgen. Omdat je dan uiteindelijk die twee energieën hebt, mannelijke energie, vrouwelijke energie, en die brengen samen eenheid die dan eigenlijk jou vooruit duwen, maar om tot die eenheid hier te komen. Zoals dat we daarnet ook gezien hadden hier, waar is die ook alweer? Hier in de Strength card. Dus de oneindigheid en de
de wisselwerking tussen die mannelijke en die vrouwelijke energieën die voortdurend op elkaar inspelen. Maar voordat je daar kunt komen, dus voordat je 3 gaat, moet je eigenlijk naar de 2 gaan. Moet je naar die 2 van want naar die 2 en de wands, dus die staven, zijn verbonden met je vuur, zijn verbonden met je passie. En hoe meer dat je die dingen gaat gaan doen die jou vreugde brengen. En dat je wegloopt van hetgeen wat je eigenlijk jou uitput. Want de Nine of Wands is verbonden met uitputting, burn-out. Hè, die oude, die soldaat die eigenlijk nog steeds blijft vechten. Terwijl het eigenlijk allemaal al voorbij is. Eigenlijk is er al de mogelijkheid om er voorbij die poort te gaan stappen. En in succes te gaan stappen. Want deze kaart is de Chariot card. De Chariot die zegt dat dat enkel succes en het positief gebruiken van jouw wil, van jouw vrije wil, er gaat toe leiden dat je niet alleen eenheid in jezelf krijgt, maar dat je ook vanuit die eenheid in jezelf eigenlijk jouw fysieke wereld gaat kunnen gaan veranderen. Waardoor dat deze kaart dan niet meer anders te boven gaat liggen, maar op een goede manier gaat liggen. Want dan ben je gestart met een nieuw begin, een nieuwe manier van je leven gaan vormgeven. Dus de Chariot zegt ook van, stel jezelf de vraag van hoe kan je jouw eigen passies, hetgeen wat je voelt diep in jezelf, gaan gebruiken zodanig dat je de dromen en de verlangens die je diep van binnen voelt, kan gaan gebruiken. Zodanig dat wanneer het wiel draait, wanneer dat eigenlijk alles in die flow zit, dat je de divine alchemie kan gaan gebruiken om, zoals dat er hier nu de volgende ligt, alle elementen kan gaan gebruiken. Dus dat zijn de verschillende heilige geometrie van manifestatie. En wat ligt er daaronder? Kijk, de Master of Crystals. Dan ben je die meester van jouw wereld. Maar het vraagt dus om naar binnen te gaan. Om te leren wat dat die alchemie is. Om te leren de elementen die in jezelf aanwezig zijn. Vuur, lucht, aarde, water. In de zin van je emoties, jouw gedachten, jouw energie natuurlijk. Maar ook het fysieke. Om die op een goede manier te gaan leren gebruiken en te gaan samenwerken. Welke schaduwen zijn hier nu het meeste aanwezig? En dan bedoel ik niet dat dat alleen maar deze schaduwen zijn. Maar het zijn ook schaduwen die nu jouw meeste aandacht vragen. Oeps, dat is net te veel. Dus deze gaan we niet nemen. Nee, wel. Het kan ook zijn dat je energie overal en nergens is. In die zin, als je energie te veel versplinterd is, dan ga je ook chaos gaan manifesteren en ga je geen stappen vooruit gaan manifesteren. Dus het is veel beter om telkens in het nu echt met één ding bezig te zijn. Nu ben ik enkel maar alleen met deze reading bezig. Al de rest vraagt niet mijn aandacht. Ik kan ook mijn aandacht niet vragen, bij wijze van spreken. Oké, dat is het, zeggen ze. Wat hebben we? De hoge priesteres, maar omgekeerd. Ook weer het wiel van fortuin. Dus jouw lot. Het is jouw lot om, een keer dat je die keuze gemaakt hebt, in die bewustwording te stappen. Excuseer, angsten los te laten. En gewoon die verandering ook teweeg te brengen. Maar je mocht niet vergeten, verandering is eigenlijk de enige constante dat er is op aarde hier. Want het is nu eenmaal een wereld, een dimensie van om te leren. Het is een school. En dan zien we ook hier de fullkaart met voyager. Of voyager, afhankelijk van of je het Engels of Frans doet. En dan met race voorwaarts en eigenlijk de pathways. Dus hetgeen wat we hier ook weer zeggen van, jij hebt alle verborgen krachten. De wijsheid, de kennis, je hebt dat allemaal in jou. En dat doet mij ook denken hier aan die kaart die we daarnet hier gezien hebben. Kijk, ook die expansie, die uitbreiding van energie. Jij hebt alles in jou om jouw fortuin, om jouw pad, jouw lot eigenlijk te gaan creëren en gaan aan te trekken. Maar het is aan jou om natuurlijk het nodige te doen. En om die keuzes te maken die uitgeleid zijn, en met dan de woorden, dus je vrije wil dat je hebt op aarde, om die te gaan gebruiken in functie van het manifesteren van een leven die in afstemming is met jouw hogere zelf.
hebben nog als extra een vis. Ik hoor dat ik nog een paar keer moet doen. Ik heb een paar keer deze kaart zien, Great Big Love. Dus die grote liefde, die fantastische onvoorwaardelijke liefde, dat ligt op je pad als dat is wat je afvraagt of bevestiging voor vroeg. Maar ook daar is hetzelfde. Als je dat wil gaan aantrekken, dan ga je dat eerst zelf moeten zijn. Het tall tale. En dat is nummer 35. Dat hier lijkt ook op een blauwe roos. En de blauwe roos is verbonden met onvoorwaardelijke liefde. Maar ik ga eerst de andere kaarten. Het gevoel dat ik ook bij deze kaart krijg, is dat je eigenlijk te veel beschermend bent. Dat je te veel jouw inhoud... Oei, sorry. Dat je te veel inhoud... Ik was met mijn stoel tegen mijn camera gereden. De Uncharted Sea. Dus je houdt je te veel in. En daardoor beperk je eigenlijk jezelf ook in het volledig ontvangen van alles. Van al die sterren dat je eigenlijk waardig bent. Dat eigenlijk op je pad liggen. Die eigenlijk jouw lotsbestemming zijn. Maar natuurlijk, om dat allemaal te kunnen ontvangen, vraagt dat ook van jou. Om op plaatsen te gaan waar je nog nooit geweest bent. Om dingen te doen die je nog nooit gedaan hebt. Om het anders te doen. Ook al heb je bijvoorbeeld al dingen gedaan, maar om het nu op een andere manier te doen, zodat dat veel meer uitgestemd en afgestemd is op jouw authentieke ziel. En ik weet niet meer dat ik kan zien, maar die kop heeft hier ook oren. En dat is het eerste dat niet, het gaat me niet zozeer over die spirit of gratitude, maar wel ook van luister met je hart en je hoofd. Luister naar de boodschappen die je ontvangt via je kroonchakra. En dan ga je merken dat je ook meer en meer op je pad gaat komen. Dus communicatie, het luisteren, liefde, zijn eigenlijk de manieren om jou uit de situatie waar je nu zit los te maken. En weet ook dat je altijd een keuze hebt, ook al lijkt dat niet altijd zo. Als je echt met een open hart en een open mind gaat kijken naar je situatie en eigenlijk van bovenaf een stuk probeert gaan te kijken, dan ga je zien dat er altijd een uitweg is. En als je het niet weet, vraag het ook aan jouw team. Van toon mij de volgende stap in deze situatie. Toon mij een oplossing die voor ieders hoogste goed is. En dan ga je zien dat je eigenlijk ook een heilige samenwerking, niet alleen met je innerlijke zelf, maar je innerlijke eigen balans, niet alleen in de connectie, maar meer nog ook met je eigen team. Daarvoor zijn ze. Hun spirituele groei is afhankelijk van die van jou. Dus ze staan maar al te graag te popelen om samen met jou in perfecte harmonie samen te werken. En dat is ook een 11-kaart. Dus sowieso ook weer een verwijzing naar spirit. Naar het bewust worden en zo meer. Oké. Ik was aan het vragen welke kaarten dat ik nu moest gebruiken. Om jullie nog meer boodschappen te geven. Wat ik hoor is, leer de ster zijn van je eigen verhaal. Dat is aartsengel Sandalphon with you now. Waarom aartsengel Sandalphon is eigenlijk de spiegelenergie van aartsengel Metatron. En dat is ook meer verbonden met de aarde. Dus hij gaat je helpen om dingen echt in het aarde, in de realiteit te gaan trekken. En healing post to receive. Het is belangrijk om, inderdaad, dat is die samenwerking weer tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Om te gaan samenwerken met jouw hogere zelf, met jouw mannelijke energie. Te leren samenwerken om die balans te houden tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En de laatste was, sorry, ik kan nog niet doen. Roze, dus self-love en nurture. Dat hebben we daarnet ook al gezien en hier in deze kaart, die roze energie.
Dus de roze vlam is een hele belangrijke om deze week mee te werken. Vooral ook naar zelfliefde toe, maar ook zoals je hier kan zien, eigenlijk alle kleuren van de regenboog, elke kleur dat je kan bedenken, is er eigenlijk om jou verder te helpen. Dan gaan we eens kijken welke vlammen dat er nog meer specifiek gericht dan behulp kunnen zijn voor jou deze week. Dan hebben we de aartsengel Uriel met overvloedskaart, aartsengel Haniel met integriteit en aartsengel Michael met geduld. En je ziet ook wel weer wat de trend van de kleuren. Ga naar rode, voor sommigen gaan misschien die getrokken zijn ook naar dat geel-oranje-achtige. Maar je ziet ook hier weer de balans en ook het zwaard van aartsengel Michael. Dus het communicatie, het spreken van je waarheid, maar vanuit integriteit. Tegelijkertijd ook geduld hebben, weer naar binnen gaan, verbinden, afstemmen met je hogere zelf en om de boodschappen te ontvangen. Dus hier heb je dan ook meer de zilveren kleur, maar ook de paarse, de violette hoor ik. En hier is eigenlijk ook de basis, de violette, maar ook met alle verschillende aardskleuren. Vandaar ook de boom, die verwijst ook weer naar de Tree of Life, waarin dat zegt dat alles met alles verbonden is en dus eigenlijk dat ook de manier is om je overvloed te gaan manifesteren. Want jij bent al één met jou alles wat je wenst. Is het nu een nieuwe auto? Is het een nieuw lief? Is het een nieuwe auto? Ik heb dat al gezegd. Een nieuw huis. Misschien zijn er twee mensen die een nieuwe auto willen. Ik weet het niet. Maar alles wat je kan en wilt gaan manifesteren, is er. Je bent er al mee verbonden. Het enige dat je moet doen, is naar binnen gaan. En open zijn om alles te ontvangen. En dan weghelpen we nog van... Dit zijn mijn eigen kaarten die ik gemaakt heb. Je kan die ook bestellen via de website. Je logische verstand leert wat je ziel en hartsriet weet. Dat maakt ook dat je mind vaak ook worstelt, omdat heel veel dingen niet in woorden kunnen uitgelegd worden. Je bent verbonden met het universum, dat heb ik daarnet ook al gezegd. Je hart opent zich verder. En geloof mij, soms kun je daar echt ook wel heel harde, lastige, ambetante pijnen van hebben. Zorg wel dat je zeker bent dat er niets anders aan de hand is. Kies altijd voor emotionele vervulling. Dat zijn ook die bekers waar we hier maar in het begin hadden. Hè, waar je wegloopt van al de dingen die je niet meer dienen. Al de dingen die je frustratie brengen. Al de dingen die jou angst, zorgen, stress, wat dan ook maar brengen. Vertrouw het plan van het universum. Gebruik de blauwe vlam om de weg van je ziel te volgen. Dat hebben we net ook al terug gehad. Wees trots op waar je nu staat. En nog één. Okay. Je idee over mannen versus vrouwen blokkeert. Ja. En dat voel ik niet zozeer misschien naar geslacht toe, maar wel eerder naar mannelijke en vrouwelijke energie toe. Dus we gaan een keer die kaarten gebruiken voor de mannelijke en de vrouwelijke energie. Het zijn ook kaarten die ik zelf gemaakt en gechanneld heb. Dus met boodschappen die ofwel eerder mannelijke energie zijn of vrouwelijke energie. Dus we gaan eens zien. Wat kan ons helpen? Vier elk succes. En, ik hoor mensen vragen, is dat hier de mannelijke of vrouwelijke energie? Dat is eerder de vrouwelijke energie, omdat je ook weer in die flow gaat. Leer van je fouten en maak andere keuzes. Doe wat goed voelt. En nog eentje. Oké, dat was duidelijk dat die moest zijn. Focus op één taak. Is dat ook niet hetgeen dat we net gezegd hebben. En die heb ik aan de kant, want mijn bureau begint hier goed vol te liggen. En dan nog boodschappen om terug naar liefde en eenheid te komen. Dat zijn ook boodschappen die ik zelf gechanneld heb en genoteerd heb. Dus je kan die ook kopen, aanschaffen als echt tools voor je eigen bewustwording om boodschappen te ontvangen. Vecht voor waar je in gelooft, maar doe het vanuit liefde en met compassie. Ook hetgeen dat we net al gezegd hebben. Liefde is sterker dan welke verslaving dan ook. Liefde is de sleutel tot je succes. Ontgrendel je hart om te ontvangen. Angst voor het leven is erger dan angst voor de dood. Ja. En kijk niet naar tijdelijke omstandigheden voor lange termijn succes.
Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Morgen komt een video online waar dat je eigenlijk zelf je boodschap kan gaan manifesteren. Dus dat is telkens op vrijdag, of toch probeer ik rond die op vrijdag te doen. Zodanig dat je via die boodschappen ook... via die boodschap, zeg ik nu, via die video ook boodschappen kan ontvangen. Wil je echt een volledige persoonlijke, gepersonaliseerde reading, gebaseerd op jouw vragen, dan kan dat natuurlijk ook. Die kan je reserveren via de website. En ik heb ondertussen de opsplitsing gemaakt. Dus je kan kiezen tussen een videoreading, dat is eigenlijk zoals dit hier ongeveer, maar dan iets uitgebreider. En of je kan kiezen voor een channeling, dat is dan eigenlijk via een PDF-formaat, waarin ik aan de hand van jouw vragen dan mijn team, eigenlijk mijn gidsen, laat antwoorden via channeling. Zo, dat was dan deze video. Ik ga deze uploaden en dan straks weer mijn kinderen van school halen. Dag!